Op de Duitse autobaan Bieniederkruchte, vlakbij de grens Biermün, is vrijdagochtend in alle vreugde een vrachtwagen gekanteld. De vrachtwagen reed op de autoweg in de richting van Rumün, toen de bestuurder door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De vrachtauto was geladen met brood en de autoweg was volledig afgesloten weer voor verkeer. Bij het vallen van de ochtend was de vrachtauto weer weggetakeld, kost de autoweg weer vrijgegeven weer.